This is the Johnson family. They're voted family of the year in Stamford. That's a small town very near New York. The father is a prominent lawyer, the mother sells real estate, and the oldest son is a stockbroker on Wall Street. The younger children are still attending school. I just know you're gonna love them. We were very fortunate to find such a well-educated, cultured, and attractive family. They meet all requirements, and they would love to come to Holland. The girls are already clomping around in wooden shoes. So, let me get this straight. We are talking about an exchange program between our two countries. That's right. An average American family will be invited to live in Holland for a year, and we will send an average Dutch family to the United States. If this program is successful, more families will follow. By immersing themselves in each other's culture and exploring each other's lifestyles, they will be enriching themselves intellectually. While fostering a better understanding between our two nations. And if this program is successful, maybe one day we'll live in a world of peace. And love. And understanding. Dat wil ik nog meemaken. Well, the Johnson family seems to be a very good choice. I don't think it was that difficult for you, William, in this blossoming city of yours, to find a family to match theirs. So it's only for 1 year? For the moment, yes. But as we discussed, if things go well, maybe they could stay longer. Maybe forever. America is a big, beautiful country. It's easy to get lost in. Get lost? Well, I think we have the perfect family for you. Hey, stelletje klerenleiers, schieten jullie even op. De taxis kunnen elk moment hier zijn. Wat neem jij nou toch allemaal mee, joh? Rustig aan, Kees. Spaar je krachten. Die zou je nog hard nodig hebben met al die wijven. Welke wijven? In Amerika. Dat wordt een raar feest daar. Daar heerst een vrouwenoverschot, weet je wel. Ze vertrekken. Vertijd. Oh, misschien gaan we ze wel missen. Ja, ik bedoel, ze deden toch niemand kwaad? Niemand kwaad? Schorrimorrie is het. Ze hebben een jaar lang de buurt geterroriseerd. De beesten uitgehangen. Ze renden naakt door de tuinen. En die moeder van ze, dat was de ergste. Die vrat alleen maar hondenvoer. We mogen blij zijn dat we er levend zijn afgekomen. Ze hadden een andere levensvisie. Het is een schande dat de gemeente die mensen op onze buurt heeft losgelaten. Jezus, wat is die zwaar. Hé, gaat opa ook mee? Geintje. Kan jij niet uit je doppen kijken, vuil kring? En jij moet helemaal oppassen, scheikbak. What did you say their name was? Flodder. 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 A strange name. Oh, it's a typical Dutch name. It sounds like fodder. Oh, what does that mean? Well, it's what we feed the cattle. Maybe we should keep them away from the cows. Flodder? Dat is toch die vreselijk asociale familie? Je maakt toch zeker een grapje, hè, William? Ik ben heel serieus. Ah, Jacky, daar ben je. Eindelijk. Sorry dat ik al te laat ben. Ik had een lekker band. This is our associate from the social department. He will be handling this case. He knows the family very well. How do you do? Fine to meet you. Sorry I'm a bit late. I had a flat band. So, you know this family? Family? What family? Jack, ik heb een verrassing voor je. Heb iedereen alles ingepakt? Ja, wat mij betreft kunnen we gaan. Ik heb wel zin in even een jaartje die UFSA. Kees? Ik weet het niet, Johnny. We hadden het hier toch ook wel leuk? Jawel, maar je moet af en toe je horizon een beetje verruimen. Wat krijgen we nou weer? Ma, iemand van de tv. Welke tv? Mevrouw Flodder. Daar heb u het genoegen mee. Peters van de ontbijtshow. Is het goed als ik u een interviewtje afneem? Wat voor interviewtje? Wat betaalt dat? Nee, het is niet gebruikelijk dat... 200 piek. 200 gulden? Nee, 200 piek, anders geen interviewtje. Eens kijken. Ja, hier staan ze allemaal op. This is the whole family.
It's an old photo. They look very nice, don't they? Well, they sure are, Different. This is their mother. A very sweet woman. And this is the oldest son, Johnny. He looks sort of wild. Well, there were some problems in the past. But nothing serious. You know how boys are. I would gladly have him as my own son. And look at this daughter. Isn't she a beauty? Yeah, she sure is. But their clothes, they look so, Ragged and dirty. That's because... It was for a costume party. They were dressed as a very poor and dirty family. They were the success of the evening, weren't they, Jacques? Yes, they... I assure you, this is the ideal family for you. We hate to let them go, don't we? Yes, they are very fine. They are, unieke family. Waar ben je in godsnaam mee bezig, William? We kunnen die Amerikanen toch niet opzadelen met dat stelletje criminelen? Ik wil hier toch ten stelligste protest tegen aantekenen. Dit klinkt mij als discriminatie in de oor. Nou, Sjaki. De familie Vlodder mag dan een gezin uit de sociaal lagere klasse zijn. Maar daarom zijn ze nog niet minder dan anderen. Is there a problem? No, not at all. We just couldn't agree if they should go by boat or by airplane. We noticed the family has no father. Well, nobody's perfect. Was het een moeilijke beslissing? Ik heb er wel even over moeten nadenken, maar ze hebben beloofd ons huis te herbouwen in de tussentijd. Dat gaf de doorslag. U en uw familie bent nu al bijna een half jaar het middelpunt geweest van een politieke strijd. Twee gemeenteraadsleden zijn gedwongen af te treden en het gemeentebestuur is in verschillende kampen verdeeld. Had het zover moeten komen? Aan ons heb het niet gelegen, wij zijn net de mensen. U vertrekt binnenkort naar Amerika. Hey Krul, ga daar eens weg. Ga eens weg, Kees, laat die mensen hun werk doen. En hoe lang denkt u in Amerika te blijven? Een jaar, hebben ze gezegd. Maar we moeten eerst zien of het ons bevalt. Er schijnt daar een hoop armoede te wezen. U zult wel blij zijn deze puinhoop te kunnen verlaten. Welke puinhoop? I'm sure you will be as happy as I am without choice. On behalf of everyone connected with the program, I thank you for coming to Holland. Have a nice trip home. Thanks for everything. It was a pleasure. Nice to have met you. Als er iets misgaat, zou ik niet graag in jouw schoenen willen staan, William. Kom op, ma. Het is maar voor een jaartje. Blijf toch je huis, hè? Ja. Is het dan wel zo verstandig om de Vlodders naar Amerika te sturen? Amerika is toch niet echt iets voor ze? Onkruid kan overal groeien. Stel dat er wat gebeurt. We zijn toch verantwoordelijk? Het hele uitwisselingsprogramma kan gevaar lopen. Er gebeurt niets. En daar ga jij voor zorgen. Want jij gaat met ze mee. Wat? Ik? Ja, jij. Je bent toch zulke goede maatjes met ze? Jij mag ze een heel jaar gezelschap houden. Mevrouw Vlodder, zijn we klaar voor de grote sprong? Welke sprong? Over de oceaan bedoel ik. We gaan toch nog wel vliegen, hè? Goed zo. Natuurlijk gaan we vliegen. Die mevrouw Vlodder. Springen? Nee, ik bedoelde bij wijze van spreken. Kom op, alle ballen. Stinken doe je maar in je eigen tijd. Inpakken die handel. Hey, Sjaki, je oude rukker. Alles kit? Hallo, Johnny. Hoe gaat ie? Uitstekend, Sjaki, uitstekend. Leuk reisje heb jij voor ons versierd. Zeg, Johnny. Jullie zullen toch wel een heel klein beetje je best doen dat het daar een beetje gezellig wordt in Amerika. Tuurlijk, Sjaki. Wat dacht jij nou? Van ons zou je geen last hebben, hoor. En Amerika ook niet. Wist jij dat we dit mee moesten nemen? Over mijn lijk. Wat maakt die nou? Het lijkt ons beter een groter busje te laten komen. Zo, die twee taxis waren toch ruim genoeg? Nou, één taxi lukt ook wel. Het spaart een hoop geld. Ik ben bang dat dat tegen de voorschriften is. Ik had u graag willen meenemen, maar zoveel personen en al die bagage. We hebben haast. We zijn al aan de late kant. Tot volgend jaar!
paspoorten en visa nog net op tijd kunnen regelen. Dat is mooi, Shaki. Pardon, mevrouw. Is er wat? Goh, wat een geinig dingetje. Dank u wel. Zo, ik voel me al een echte wereldreiziger. Opschieten, jongens. Laat de piloot niet wachten. Die man heeft nog meer te doen. Kruien nodig? Sodemiet erop, zeg, dat doen we zelf. Is dat alle bagage? Dacht ik wel, ja. U bent te zwaar. Zeg, we gaan toch niet katten, hè? Parkeerbonnen? 2600 gulden? Jackie! Je moet ook altijd maar een jongen hebben. Verboden? Hallo meneer. Ik kan het uitleggen. Mag je misschien even hier? Wapens? Echt niet hoor, maar u mag wel even zoeken. Dit is het huis. Is het een beetje een nette buurt? Ik wil wel weten waar we terechtkomen. Maak je zo dan maar geen zorgen over. De buurt is first rate. Wat voor rate? First rate. Dat is klasse. En die school voor de kinderen. Staat ook heel goed aangeschreven. Een koortje tikken. Dat wordt lachen. Hey, schoor hem niet klieren. Sorry mevrouw, maar sigaren zijn helaas niet toegestaan. Maar waar moet jij eigen mee? De andere passagiers hebben last van de rook. Dan zet je toch even een raampje open, meid. Geef ons liever wat te drinken, ik sterf van de dorst. How are you today? Can you bring me to the hotel? Thank you very much. Have a nice day. What's the time? Wordt tijd dat je er eens nieuwe batterijen in stopt. Wat? De batterijen zijn leeg. Je krijgt een beetje een typische uitspraak. Oh, ik dacht al. Wat praten die Amerikanen laag? Wat een eikelen. Daar moet je nou een jaar mee op vakantie. Zou ik dat ook kunnen leren, Johnny? Wat? Dat ik Amerikaans kan praten. Het enige wat jij moet leren is no Mr. Not Before We Are Married. Ja, wat betekent dat? Dat je het hele jaar met een zagrijnige kop loopt. Alsjeblieft. Ah, rot op met die doekjes. Hé, zo praat je niet tegen een dame. Hij brandt mijn fikken zo wat. Neemt u mijn broer vooral niet kwalijk, mevrouw. Heb een beetje tragische jeugd gehad. Dank u wel. Het is hier maar een krappe bedoeling, Shaki. Kunnen ze die vliegtuigen niet wat ruimer maken?
Eet smakelijk. Bon appetito. Zo. Dat ziet er een stuk aangenamer uit. Ik dacht het wel. Wat is hiervan de bedoeling? Heeft u tickets voor de Royal Class? Oh, mijn moeder kent niet zo goed tegen dat benauwde. En hier waren al wat stoelen vrij. Zodoende. Wij willen graag first rate zitten. Het spijt, ik moet u echt verzoeken naar uw plaatsen terug te gaan. Zeg, als wij problemen gaan maken, draai ik een rapie op. Hang ik je even buiten de plane, begrepen? Even move, ja? Geen probleem. Niets aan de hand. Oh. Dit is helemaal geen toilet, joh. Dit is de cockpit. Kijk, Malmix, ze zitten gewoon te kanen. Moet u niet sturen? Nee, kindje. We vliegen op de automatische piloot. Jee, wat de wolken. Ja, een boel wolken. Waar zijn Kees en Kees? Oh, die gingen samen naar de play. Krijgen we dat gesodemieten nou ook al in het vliegtuig? Nou, misschien hadden ze hoge nood. Ik ga ze wel even halen. Neem meteen wat te drinken mee. Ik droog uit op deze hoogte. En dit is de hoogtemeter. Daarop kunnen we zien hoe hoog we vliegen. Dat u dat allemaal kunt onthouden. Knap, zeg. En zo staat hij weer op manual. Met de hand betekent dat. Kijk, mag ik eens met de hand? Nee, dat kan helaas niet. Flight procedure. Kees? Vlotte bediening. TA-642, you're clear for final approach. How was your flight? As usual. Thank you. En, mevrouw Vlodder, hoe voelt u zich? Uw eerste schreden in de nieuwe wereld? Nieuwe wereld? Wat is er zo nieuw aan? Ik wil niet zo! Behoorlijk afgerukt, hè? Nou ja, zo'n vliegveld toch niet representatief, hè? Wacht maar tot u Manhattan ziet. We hebben er één overnachting in een hotel en dan reizen we morgen door. Jongens, niet klieren. We zijn nou in Amerika. Ik heb wel ontzettend last van een jetlag, zeg. Niet normaal. Volgens mij heb jij je hele leven last van een jetlag. Hey, Pipo, kan je niet uitkijken? Oh, meneer Oetjenzuil. Ja, en daar een broer van. Oh, meneer Oetjenzuil. Ik vind het toch wel ingewikkeld, dat Engels. Dat is geen Engels, dat lijkt wel hot en tots. Oh, не волнуйся. Все будет в порядке, не волнуйся. Ничего страшного не будет. Goedemiddag, zijn we een stelletje vuile jurken. Могу я вам помочь? Могу я вам помочь? Als jullie nou even hier wachten, dan ga ik vervoer regelen. Lijkt me een goed idee, Shaki. Ja, maar zorg wel dat je op zijn minst met een limo terugkomt, Shaki. Ik zal mijn best doen, Johnny. Duur er maar twee. Ik vrees ook van de dorst. Een limousine? No, no. Dat is een wagen. Hello, Control. Jack here. What's the scoop on this Russian delegation? Let me see. That was a party of six, wasn't it? Right, for that medical convention. There are international arrivals. Pick up Area C. Okay, thanks. Ik heb hem open. Eiko! Wat een land, hè? Begin me hier al helemaal thuis te voelen. Mijn geld. Hoeveel geld heb je? 1, 2, 3. Hé, kijk nou eens. Russische vodka. Hoe kom je daar aan? He, heb Kees geregeld. Was dat? Dat lijkt me caviar. Laat eens kijken. Ha! Dat ruikt de rotte vis. Oh, dat zegt niks. Voor hetzelfde geld smaakt het vreselijk. Hier, ga jij je Russisch maar eens ophalen. Hey, Johnny, moet je kijken. De Miss Rusland. Zo.
Zit er wel in het goede land? There they are. Zo, dat heb Jacques vlot geregeld. Hallo, Perestroika. Lasnos? I will take you to your hotel. Wauw, wat een mooie wagen. Een echte limo, hè Johnny? Zie je nou wel? Zoiets hoef je Shaki maar één keer te vertellen. Die weet toch wel naar wie die moet luisteren? Zo, wat mij betreft kunnen we. Oh, wat een mooie wagen. Is that the last one? Yes, that's all. Zullen we nou weer krijgen? Excuse me, sir. You are from the Roosevelt Foundation? No. No, I'm not. Ah. Это блон? Geen kroeg in de buurt. Ziet dat er typisch uit. Geinig, hè? Zeg, moeten we geen geld wisselen? Ja, ik zal straks eens informeren wat de dollar doet. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, ja. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat het tripje tot nu toe uitermate bevredigd is verlopen. Russia cold this time of year? Huh? Yes, cold. I think. Very cold. Wat moest hij? Hij vroeg of het koud was in Rusland. Misschien hebt hij familie daar. Waar zou Sjaki zitten? Oh, maak je over Sjaki nou maar geen zorgen. Die zal met zijn eigen limo komen. Verschil moet er wezen. What was that name again? Flodder. F-L-O-D-D-E-R. Okay, sir, I'll have them paged. Thank you. Have a nice day, sir. This is an announcement for the Flodder family from Holland. Would the Flodder family please report to the information desk at MI? That's my car. Yeah, well, this is a tollway zone. But I just arrived. I'm from Holland. That's very nice, sir. Welcome to America. But I just lost my family. My condolences, sir. Okay, take it away. Have a nice day, sir. But... Ontzettend veel criminaliteit. Ha, McDonald's! Hebben ze die hier ook al? First time here?
How'd you like it if I showed you around tonight? Showed you the thrills of the nightlife. The hot spots. Hot spots? No, no, thank you. Wat een wijven lopen hier rond, hè? Ja, wat heb ik je gezegd? Vrouwenoverschot. Nou, ma, wat vind je ervan? Het is heel anders dan op tv, hè? Als het hotel nou maar wat is. Ah, kom op, maat, het is maar voor één nachtie. De aardig tentje. Wat een hotel, hé. Zou dat echt goud zijn? Jan, af, whisky. Dood! Ach ja, zo'n beest heeft honger, hè. What the hell is that? That, I'm afraid, are our Russian guests. Good afternoon. My name is Hamilton. I'm the manager of this hotel. Just a manager. We're happy to have you with us. I take it you had a good flight? It was okay, yes. Well, we're going to do everything we can to make your stay with us a pleasant one. Normally, we don't allow dogs in this hotel. But for you, of course, we'll make an exception. I'm sure you'd like to freshen up, take a bath, or maybe a shower. Leroy here will show you to the three connecting suites that I've arranged for you. And of course, should you require anything else, don't hesitate to ask. Mm-hmm. Thank you. Nice work. Very nice work, sir. I know they've got problems over there, but this is ridiculous. Which part of Russia are they from? The smelly part, I would say. Hello. Yeah, put him through. Hello, Jack, is that you? This is Shaq. Hello, Shaq? Jack here. How's everything? Sorry, we couldn't be at the airport. How was your flight? It was okay, but... Great. And how is our family? Well, bang, there's a problem. Uh-huh, good. A problem. Well, I'm sure it's nothing we can't solve. They are missing. Now, what do you mean, missing? Well, I went to get a bus here, and when I came back, they were gone. Well, how is that possible? Are you still at the airport? Yeah, shall I go to the police? No, we don't need the police. I'm sure there's a logical explanation for this. Well, I hope so. They've got my suitcase with everything in it. Well, why don't you come to my office, and we'll get to the bottom of this. Okay. I knew that family meant trouble. Wat een kleine rotflesjes, daar word je toch niet gezond van? Gezellig. Can I buy an owl? Yeah. Binnen. Did you order room service, madam? Room service? Hey, jongens, voor wie is die kaart met vreten? Stuur hem maar even door. Ja, een beetje dichterbij, James. Zo kunnen we er toch niet bij. Closer. Ah,
lekker salam. Enjoy your dinner. Hey Kareltje, zit je tevreden? Hoe laat is het dan? Nee, het is hier nog hartstikke dag. Hé? Nou, we gaan zo even de stad in. Nee, kan het je wel aanraden, hoor, dat Amerika dat heeft van wat. Jij ook, Johnny? Is de paus katholiek? Weet je wat de dollar doet? De dollar doet ons een hoop genoegen. Let maar eens op. Amerika is het land van de ongekende mogelijkheden. Ja. Maar Roos. Proost. I'm sorry, sir. I'm in a terrible hurry. So's everybody else in New York. Good afternoon. We're from the Roosevelt Foundation. We're here for the Russian delegation that's staying here. I'm afraid they've just gone out, sir. Gone out? We were supposed to meet them here. Oh, did they say when they were coming back? No, I'm afraid they didn't. I was looking forward to finally meeting them. Oh, and I was hoping for a sneak preview of Dr. Shigarsky's speech. Well, we'll just have to wait till tonight. Please, give this invitation to the delegation. Inform them that a car will come by at 6:30 to pick them up to take them to the party. I will, sir. And I hope you both enjoy the party this evening. Thank you. You're welcome, sir. I hope they don't tie themselves out. Oh, let them enjoy themselves. People like that give so much and get back so little. In de paal van straat. Maar wel een stuk gezelliger. Kees, niet meer praten, Kees. Kost klauwen geld. Hoeveel is $10, Johnny? Is niet veel voor een druiper. Ja, een beetje bij elkaar, ja. Ja, stop, goed zo. Waar hebben die dan last van? Zeg, doe een beetje normaal, eikel. Je bent toch geen mietje? Al die straten hebben nummers? Ja, dan kun je ze mooi uit elkaar houden. Nou, hier, Wall Street. Dat lijkt me wel wat. Wall Street? Wat is dat? Ja, dat is zoiets als de balletjes, weet je wel. Daar gaat ook een hele hoop geld om. Dat lijkt me wel iets van jou, Kees. Iets met aandelen en zo. Aandelen? Ja. Wat zijn er? Kun je rijk van worden? Als je er genoeg hebt. Je moet ze kopen, ze laag staan en verkopen, ze hoog staan. Ja, zo simpel is dat. Amerika is het land van de ongewenste mogelijkheden, denk je? God bless you. Maar, we moeten nog één ding zien. Wat is dat, jongen? Het vrijheidsbeeld. Vrijheidsbeeld, wat is dat? Het symbool van Amerika, dat ken je toch wel? Dat wijft met het boek en die fakkel. Ik hou wel van beeldjes. Laten we maar eens gaan kijken of ze dat hier een beetje kunnen. Moeder is niet thuis. En dan was zijn moeder thuis. Dan gingen we niet. We were singing, we're not going home. Not yet. I know. And how was your day? Oh, well, we visit the Vrijheidsbeeld and then we... Very nice. Here are your keys. And here are your invitations to the party this evening. Party? A limousine will pick you up at 6:30.
Limo? 6:30. Thank you. You're welcome, sir. Thank you and have a nice day, sir. Wat is dat, Sonny? Oh, nou begrijp ik het. Sjaak, je moest een feestje voorbereiden. Die wilde ons verrassen. Feestje? Dat ziet er heel ziek uit, hoor. Wanneer? Vanavond? Ja, over een uur worden we opgehaald. Die Sjaak, die zit altijd vol verrassingen. We're close, sir. I have an appointment. Oh, I'm sorry, sir. It's after 5. Everybody's going home. But I sat fast in the traffic. I can't help you, sir. You'll have to come back tomorrow morning. Have a nice evening, sir. Wat zou het voor een feestje zijn? Geen idee. We kijken het even aan en als het niks is, dan zijn we zo weer weg. Net zo makkelijk. Als er maar wat te drinken is, ik geloof dat ze die ijskastjes in het hotel maar 1 keer per dag bijvullen. Bitterballen, daar heb ik trek in. En satéetjes. Ja, daar zal Sjaakie vast wel voor gezorgd hebben. Die weet toch wat we lekker vinden. Sorry, sir. We're book selling. But I made a reservation for 7 people. I'm from Holland. The reservations were to be confirmed by 6 o'clock. But I have to sleep somewhere. I sit very into problems. Well, I'm sorry, sir. There just aren't any rooms available. Maybe I could give you a suggestion. Nou, dat is een chique bedoeling. Good to see you. Glad I was able to accept your invitation. Glad you could come. Always a pleasure. How's your father? Oh, fine, fine. He's got a lot in his mind, though. You know how it is. Yes, I can imagine. Ah, well, I'll keep plugging Stanley. Did we invite the little prick? I don't think we did, Mr. Chairman. He always invites himself. Zo, hé. Dit heeft wel stijging, hè? Nou, dat zijn geen stinkende sokken. Ah, our guest arrived. Thank God you speak Russian. Good evening. We are very honored to have you here. Well, tell him. What are you waiting for? Dobry vecher, Dr. Sikorsky. Ni ochin palshini washim visitum. Waar hebt die vent het over, Johnny? Geen idee. Ik versta er geen reet van. Ik dacht dat jij Engels praat. Nou, met Engels heeft dit niks te maken. Sir, this is a dialect completely unknown to me. From which part of Russia are they? How the hell should I know? The Baltic Republics, maybe. Now, do you speak Russian or don't you? Yes, I do. Bullshit. As I was saying, it is an honor to have you here as our guests, and we hope you enjoy your stay with us. Thank you, Chief. Nice meeting you. Now, look what you've done. You've pissed them off. Who are they? Who? Those people who just came in. They must be the Russians. What Russians? The Russians who are the guests of honor this evening. I thought I was the guest of honor. Not tonight, you aren't. Well, she is really beautiful, isn't she, Edwards? I mean, she has really got personality. You could call it that, yes. Mm-hmm. They're world-renowned doctors. Yeah, invited here by the Roosevelt Foundation. Foundation your father was one of the founders of, remember? Rings a bell, rings a bell. Well, I would gladly donate my organs to a doctor like that. Any particular organs in mind? Hello. We're from the Roosevelt Foundation. Oh. Toch niet een of andere collecte, hè? We're your contacts.
from the organization. But what is this, Johnny? Zullen we vrienden van Sjaakje zijn? By the way, where is Sjaak? Sjaak? Yes. Oh, they probably mean Jack Skard, you know, from the pro-life lobby. Oh, Jack, yes. He should be arriving any minute. Oh, good, very good. Hello? Honey, you alive? Hello? Met Sjaak. Sjaak? Sjaak? Weet je wel hoe laat het is? Er zijn hier wat probleempjes. Problemen? Waar heb je het over? Wat? Verdwenen? Ik heb je toch altijd al gezegd dat die flodders niet te vertrouwen zijn. Zo zie je maar weer. Maar wie weet is er iets ergs gebeurd. Misschien zijn ze wel ontvoerd. Ja, dat zou vreselijk zijn voor de ontvoerders. Wat? Ik kan u bijna niet verstaan. Ik zei dat zou vreselijk zijn. Ik wil geen paniek zaaien. Ik wil alleen maar zeggen dat we op het ergste moeten zijn voorbereid. Ja, ik begrijp het. Het is goed dat je me even hebt gebeld. Ik zal direct actie ondernemen. Ik neem contact op met de ambassade en buitenlandse zaken. En als het nodig is, dan vlieg ik zelf naar New York. Maak je geen zorgen. Dank u voor al uw begrip. Ik zal er hier ook alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. En zal het vertrouwen dat er in mij gesteld is niet beschamen. Zo mag ik het horen. Sterkte, Sjaak. Ambassade? Buitenlandse zaken, wat is er aan de hand? Oh, niks hoor. Er is helemaal niks aan de hand. Sjaakie is wat bagage kwijt. Wat ziet dat er allemaal raar uit? Zou je dat wel kunnen eten? Kan me niks schelen, ik verrek van de honger. Hebben ze geen kroketten of zo? You like Japanese food? Japanese? The food, you like it? Don't know. May I introduce myself? I'm Jeffrey. And what's your name? Oh, my name is Case. Casey? No, Case. Oh, Case. It's a beautiful, beautiful Russian name. And may I say you are as beautiful as your name. And tomorrow we have a rather full schedule. We have a breakfast meeting at the Blackwell Institute, and then a press conference at the Hyatt. Oh, and you and Dr. Sigorsky are having lunch with Dr. Patriot of the Medical Association of America. And then in the afternoon we go have on a nice to day. You like New York City? It's a very exciting town. If you would permit me, I would be delighted to show you around. We can begin with a view from the balcony. We read your articles, Dr. Brezhnev. Brezhnev? I'm Dr. White from New York University. Linda Black. I work for Dr. Brown. Yes, everything here is so much better. We understand that your hospital in Leningrad has a serious shortage of the basic surgical instruments. Leningrad? And yet you managed to successfully perform a heart transplant during a power blackout. What instruments did you use? Instrument? You know, for the incisions to cut with. Oh, we used this. They look awfully young to be surgeons. But they're much older than they look. Must be something in the air in Russia. You know, they have people that are 120 years old, and they only look 60. That must be Dr. Sikorsky, the famous plastic surgeon. Yeah. Dr. De Palma tells me he can work miracles. Let's check him out. Okay. Hello, ladies. Hi. My friend tells me you're very famous in your country. I am? Oh, don't be so modest. You're the best. Especially with women. Yes, I guess you're right. I never had any dinges, complaints. Well, perhaps I could drop by sometime. Yes, sure. Yes. I have a problem with my breasts. Oh, what's wrong with them? They're too small. Well, I don't mind. On a clear day, you can see all the way to the Statue of Liberty. Oh, the cold. Here, take my coat. Thank you. You know, the strange thing is you don't look Russian. Were you born in Russia? Holland. I'm from Holland. Oh, Holland, of course. Let me see. That's
It's next to Lithuania, right? No, naast België. You're a very special person, Casey. Do you know that? Did you ever meet someone that from the very first moment you met them, you knew that you wanted to spend the rest of your life with them? Well, that's the way I feel tonight. Can I kiss you, Casey? Kiss me? No. Please, Casey, can no. I kiss you? Please, just... Well, when do you think you'll have time for me? Excuse me, lady. Thank you. Wat moet die vent van je, Kees? Oh, hallo. Heb je aan je gezeten? Hij wou me kussen. Hey, vrijer, ik waarschuw je. Van mijn zuster blijven we af, ja? Oh. Hey, leave him be, all right? Are you sure? Yes. Hey, wat zijn dit voor geintjes? He's my brother. Your brother? Oh, look, hey, it's nice to meet you. My name's Jeffrey. Oh. Sorry about all the rough stuff, but I can't blame you for looking after your sister. But you don't have to worry about me. I know how to treat a lady like a lady. And I can see that your sister is every bit a lady. Hij is een beetje een mafkees, maar hij heeft nog niks gedaan. Ja, als hij te ver gaat, dan roep je me maar. Ik heb het hier wel weer gezien, Johnny. Een hoop koude kak. Ja, ik begrijp niet dat die Sharky er nog niet is. Zou er wat gebeurd zijn? Dat zou echt weer wat voor hem wezen. Hmm. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? On behalf of the Roosevelt Foundation, we welcome you here tonight to honor our distinguished Russian guests. And it is with great pleasure and privilege that I now introduce to you Dr. Vladimir Sikorsky. Oh, dokters hier vanavond, hè? Poep, poep. Hey. Oh, die Sikorsky is er zeker nog niet. Nee, wacht, dan ga ik vast. Oh. ladies and gentlemen, we are very happy to be here, and the rest of the family thinks so too. And we hope that we have a very nice house. Yeah. Thank you. Have a nice day. A house? Do they want to immigrate? I hope not. Mr. Kazlov, huh? My gynecologist insisted that I try to see you while you're in the country. What do you want? I'd like to ask your opinion. In private. It's a delicate subject, as you can't imagine. Mm. We have to go now. My mother is getting tired. Your mother? Yes, and the kids too. So we thank you for everything. It was a great surprise. His mother? The kids? Did he bring the whole family? For years now, I've had this problem. Problem? Yes, you know. No? Down there. There? Zullen we maar gaan? Ik geloof niet dat het hier nog echt gezellig wordt. Nee. Kom, Kees, zeg die vrijer van je gedag. We gaan. You're going? Yes. Oh, but I'd like to get to know you better. How long will you be staying in the plaza? Hij wordt toch niet te opdringeriger, Kees? You will let me see you again, won't you? Look, here, take my card. You can call me anytime. Day or night. Thank you. Have a nice day or night. Kees? Weet je, oppassen met die Amerikanen. Voordat je het weet, zitten ze in je broek. Ik kan heus wel voor mezelf zorgen, hoor. Oh my god, what was that? Zullen we gaan? Ik heb het hier wel gezien. Ja, dat lijkt me voor jou wel het beste, ja. What? Are you sure? That's terrible. I guess. And just left. Imposters? You mean they're not real doctors? They aren't even Russians. Well, who are they? And where the fuck's a real Russian delegation? Well, don't look so stupid. We got a major crisis on our hands and you stand there looking like a moron? You can't even speak proper Russian. You're fired. Zou blij zijn als ik in mijn nest lig. Ja, anders ik wel. Keys, please. I'm sorry, sir, but we seem to have a small problem. Problem? I can't give you the keys. What do you mean? You're no longer guests at this hotel. Wat zullen we nou krijgen? Wat is er aan de hand, Johnny? Hij wil ons de sleutel niet geven. Wat heb ik nou en wat, pap? Hoe moeten we dan onze kamers inkomen? Look, I don't know who you are or what tricks you're trying to pull, but you should be thankful that we didn't call the police in. Now, I've ordered your luggage to be brought down, and I'm asking you all to leave this hotel without further ado.
This must be a misunderstanding, sir. I assure you there is no misunderstanding. And I strongly advise that you and the rest of your tribe leave the hotel immediately. Ze willen ons eruit gooien. We zien wel goed bij zijn positieve. Zal ik hem een ruim voor zijn kamers geven? Rustig, Kees. Geen geweld. Wij benen nette mensen. Zeg, chef. Namens de hele familie bedank ik je hartelijk voor de genoten gastvrijheid. Oh. Have a nice day. Kom op, jongens. Ik heb het hier wel gezien in die ballentent. Het is dat mijn eigen familie erbij is, anders had ik je hele tent even verbouwd. Dat je dat wel even onthoudt, ja? Ik ben hartstikke moe. Het is hartstikke koud. Het is maar goed dat we daar weg zijn. Het was toch maar ruzie geworden. Wakker worden, Lamstraal. Wat? Hoe laat is het? 7:00 New York time. Waar is mama? Slapen, ma. Uitstekend, jongen. Ik hou wel van een beetje frisse lucht. Ja, maar wat doen we nou verder? Want het heeft toch wel iets asociaals, hè, dat buitenslapen. Komt tijd, komt raad. Zolang je roert, klopt het de pap niet. Ja. Ik zou anders best wat lusten. Hebben we nog geld? Nee, Sjaak, je hebt alle dollars. Hé, kijk eens. Room service. Are you all right, miss? Yeah, thank you. Can I do anything for you? No. Excuse me. Huh? What are you doing with my wife? Your wife? Oh, no, she got sick. I wanted to help her. Take your hands off her, you dirty rat. Come on, honey, let's go. What? Hey! Wie had dat gedacht? De eerste dag in New York en meteen al zuurkool met worst. Nog worst? Voor jou, altijd. Zuurkool? Wat is dat? De koffer van Sjaki. Zal mij benieuwen of die ooit nog eens opduikt. Ik zou bijna denken dat hij ons kwijt is. Het is geen slechte kerel, maar je moet er altijd zo op letten, hè? Hé, hey, Johnny. Moet je kijken. Wat zal die slecht geslapen hebben vannacht, zeg hé. Oh, thank you. How do you feel? I'm okay. Good. When you didn't show up yesterday, we thought maybe you'd found them. No, it was the traffic. Yeah, New York traffic is impossible. I'm worried. That's good. Maybe we should call the police. Maybe they had an accident. All six of them? I don't know. I don't know what to do anymore. Look, Shaq, we're your friends. We can help you. I really appreciate it. Good. We just have to think this over very carefully. Sometimes things aren't as bad as they seem. Sometimes the answer's right in front of your face. Or just around the next corner. I know. Good. Yeah. He sure is. Voor mij? Hallo? Hé, hey, Sjaki. Wat zie je nou, man? We maken ons hartstikke ongerust. Je bent toch niet een beetje de beest aan het uithangen, hè? Johnny, waar zit je? Wat is er gebeurd? Is alles goed met iedereen? Nou, Picobello, we hebben een beetje de stad rondgekeken. Nou wandelen we wat door het park.
Oh, ik was vreselijk ongerust. Hoe kom je in dit nummer? Er stond die agenda. Het was zo'n lang nummer. Ik dacht, dat moet Amerika wezen. Alhoewel, die 066-lijnnummers zijn natuurlijk ook best lang. Ik kom meteen naar jullie toe. Waar zit je? Een of ander groot park. Central Park. Hé? Ja. Ja, Centraal Park. Ja, dat moet het wezen. In een telefooncel. Blijf waar je bent. Ik kom meteen naar jullie toe. Niet weggaan. Ik ben er zo. Begrepen, Jacky. Zie je zo. En? Komt eraan. We moesten op hem blijven wachten, zei hij. Ja, het is wel een eikel, hoor. Je gaat er maar weg zonder iets te zeggen. Ja. Sommige mensen hebben totaal geen opvoeding genoten. Are they all right? Yes. See, we told you everything would work out all right. I'm going direct to them. Thank you for everything. I'm so glad everything is okay now. Taxi! 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 Please, sir. Can you help me, please? Nou, en die vent, die begon toen ook knaakworstjes te verkopen. Maar wat deed hij? Die haalde van elk worstje een stukje af. En van al die overgebleven stukjes maakte die weer een nieuw worstje. En zo is die man miljonair geworden. Hartstikke slim. Ik wil ook rijk worden. Ja, hoor eens, je moet wel wat meer kunnen dan op je rug liggen. Ja, wat kan jij nou? Ik kan zingen. Zingen? Voor het zingen de kerk uit, zou je bedoelen. Ik heb jou nog nooit horen zingen. Nou, ben jij zo slim dan? Jij kan toch helemaal niets? Oh nee? Moet jij eens aankijken. Jongens, als wij willen, lopen wij allemaal hartstikke binnen. De jongens in de vrije sector zoals wij is dit land ideaal. Sir, please help me. I sit fast. Please help me. Get me out here. No, man, nobody's looking. Let's go. Watch. I got the watch. Check for him. No, what are you doing? Yeah, the juice. I got the juice. Stop it. Geef terug. I'm ready. I'm going, man. Ik begrijp niet waar die Jackie blijft. Zo groot is dat New York dan niet? Je eigen kan de weg zeker weer niet vinden. We hadden hem nooit mee moeten nemen. Het is een blok aan je been. Ik heb geen zin om weer in het park te slapen. Ik wil het daar zo wel eens zien. Is er helemaal niks meer te drinken? Ik verrek van de dorst. Nee, alles is op. Wat is dat? De aftershave van Jackie. Wij was hier. Niet slecht. Krijgen we nou? Dat lijkt wel matte. Misschien hebben ze Jackie te pakken. Maar dat een beetje ongelijk verdeeld, vind je niet? Check this out, fellas. Yo, who the fuck do you think you are? Partridge family? Leave that man alone. Who the fuck are you? I'm Johnny. This is my family and we are from Holland. Well, yo, check this out, Johnny. You ain't gonna see fucking Holland again. Yo, where's Holland? It's in the Bronx, man. Don't you know anything? Damn. Cut him, Leroy. Yeah, I want to cut him. Ow! I'm gonna kick some fucking Let's ass now, him. Man. Let's get him. Let's fuck somebody up, man. Ow! 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 Ow
Yo. Heel goed, Kees. Een beetje lichaamsbeweging is altijd goed voor de spijsvertering. Hoe is het met hem? Heb flink wat klappen gehad. Dat ziet er niet gezond uit. You people saved my life. How can I ever repay you? Well, you have no money, so... I never take my wallet into the park. It's much too dangerous. Oh, heel slim. You're not Americans, are you? No, we're from Holland. Why are you living in a park? They threw us out of the plaza. The plaza. Oh, at least you kept your sense of humor. Valt het te lachen? Hij vindt het nogal lollig dat we het hotel zijn uitgegooid. Maybe I should introduce myself. My name is Larry Rosenbaum. And although I could never repay you good people for what you've done, at least let me invite you all over to my place. Marty? Hij vraagt of we meegaan naar zijn huis. Zou hij dat nou wel doen, Johnny? Je hebt hier de raarste mensen. Ja, je wacht hebt toch ook geen zin? Sjaki kunnen we wel vergeten. Come on, I'll buy you a drink. Een drink? Jongens, inpakken, Hiro! Hey, brother, what you doing down there? What's the problem? Hey, man, you're stuck. You can't move. Did you know that? You're fucking stuck. If nobody helps you, you're gonna be out here all night or all week. Oh, the whole year, or maybe you'll die out here. Man, you got a major problem. Please, sir, get me out. I know what I'll do, brother. I'm gonna get you out. That's what I'm gonna do. Come on. Hold on. This may hurt a little. Thank you very much. Jeez, man, you sure were stuck. Are you all right? You look bad. I'm okay. I have to go. They are waiting. Brother, you come with me. No. You can't stay here. You look bad. My friends call me Bill. I'll get you something to eat. Come on. Man, you sure were stuck. Sterf van de dorst. Krijg je nou wat? Een molen. Ga je net naar het buitenland? Straks moeten we nog klompen aan ook. It's me, Larry. Open up! Mr. Rosenbaum, what happened? I was attacked in a park. But my Dutch friends here came to my rescue. See that the things are taken care of. Yeah. Gaan we hier wat drinken? Ik dacht dat die gozer geen geld bij zich had. Ja, misschien heb je een rekening. Follow me. Sit down, my friends. What'll it be? Well, I think we all have beer and whiskey for another. Nothing stronger. Maybe later. You heard the man and bring me the usual. Yes, Mr. Rosenbaum. Dit vind ik nou een gezellig tentje. Nice place. You come here often? Pretty often. I own the fucking joint. Zo, so, het is de baas, hè? Doe maar, die hebben het goed bekeken. Yeah. That's my wife. Nice. So, you've all come to live in America? For a year, yes. We were to go to the new house. Well, maybe tomorrow.
if that friend of yours ever shows up. Yeah, yeah, yeah. Let me propose a toast to the happiness that you will find in our wonderful country, to America. Op America. Op America. You see, brother, I told you you was hungry. Thank you. I really appreciate it. Well, we hope we've got to help each other, don't we? Nobody else does. I'm not like you. I'm not a beggar. Of course you're not, brother. Neither am I. We're both victims of an economic system got no place for us. We're no beggars. We're honest street people. You make a mistake. My job is really... You're supposed to be civil servants over at welfare tiers like weak old garbage. They do? They do goods. They just strangle them, pull their hearts out. Except they haven't got any hearts. Else they wouldn't treat us the way they do. What's your job? I'm a fireman. Good. Lots of fires in New York. Fucking bastards, you can't even eat in peace. Okay, you guys. Which one of you started this? Why are they doing this? We did not do anything. Why don't you tell them? Don't worry, brother. They'll keep us here a couple of days, then they'll let us go. No big deal. A couple of days? Two, maybe three. At least it's warm in here. Hey, mister! Mr. Policeman, I want to talk to you. I don't belong here. Let me out. I'm from Harlem. Shut the fuck up! People are trying to sleep in here. Go stick your dick in a dime. Fuck Harlem! My wife. Hi, honey. She's got a nice ass, don't you think? Yes, yes. Nice tits, too. Hey, you watch your filthy mouth. You don't talk that way about my wife, you understand? Hey, man, sure, sure. Yo, relax, kid. I'm only joking. You're my friend, right? You're all my friends. Hey, honey, come here. I'm gonna introduce you to her. This is my wife, Dorothy. So I hear you got beaten up again. What happened? They tried to rob me, but my Dutch friend saved me. I always tell him not to walk through the park. He doesn't listen. Mannen, altijd eigenwijs. Well, any friend of my husband is a friend of mine. They're from Holland. Oh, yeah? So, but you're here on business or pleasure? We're everywhere for pleasure. I can imagine. Wat een stuk, zeg. You sure are a good-looking girl. Do you ever think of a career in showbiz, honey? Showbiz? Of course she wants to be in showbiz. She has a great talent. Two of them, I would say. Hey, you like this place, Johnny? Yeah, yeah. Great atmosphere. Oh. I like you people very much. I'm gonna make you a proposition. And what? Wil ons even wat vragen. I'm gonna make you an offer you can't refuse.
You like it? I had a car like that in Holland. You can use it. It's a company car. I like company in my car. Thank you, Mr. Rosenbaum. Call me Larry. Larry? Aardig wagentje. Oh, wait. Oh, no. Oh, this. This will look. This will look lovely on you. What is that? Huh? Dat is een watertank. Niet meer in gebruik. Misschien kunnen we vullen met whisky van Ma. Well, Mrs. Flutter, to your health. Post. I must say, you and your family did a wonderful job. The place looks like new. Ik begin me hier al helemaal thuis te voelen. What did I tell you, brother? 4 days and we're back on the streets. You said three. What are you doing? You got 3 meals a day, a clean bed at night, and they even threw in a new pair of shoes. Still, you complaining. I just hope you didn't ruin my future accommodations. You really pissed them off. Everybody can make one phone call. Yeah, but you couldn't remember the number. Everybody has a right to a lawyer. I bet you used to watch a lot of television, didn't you, brother? Hey, man, where are you going? I know some people. I warned you about them dumping people. They're my friends. Tell me more about the girl. Oh, she's one of the most beautiful women I've ever seen. I can't get her out of my mind. Did you speak to her? Yes, I did, but it was difficult. She's from Holland. Holland? Where is that? Somewhere in Europe, I think. She didn't speak English very well, but real love doesn't need any words, and it was real love that night, I assure you. Have you told your father? Are you kidding? You know how he feels about these things? But you're a grown-up man now, Jeffrey. You must make decisions for yourself. No one is responsible for your life but you. I gave her my card, but haven't heard from her. Well, it's time to take action. Go after her. Follow your heart. Go with your instinct. You're right. I'm gonna follow my instinct. That's the spirit. Oh, there you are. We can still make the 11 o'clock flight. To the Plaza. The Plaza? What are you talking about? They're waiting for you in Washington. To hell with Washington. I'm going to follow my instincts. Go. Jezus, wat kan je hier veel tanken voor $10? Die meter die gaat maar door. We kunnen meer dan 25 liter tanken. Ja, die benzine kost niks hier, joh. In Nederland is dat minstens 3 keer zo duur. Dat is gouden handel, man. Als we terug in Nederland zijn, blijven we hier tanken. Hey man, where are you going? Wat was dat? Ah, een of andere zwerver liep met zijn dronken kop tegen een auto op. Ja, je moet uitkijken met die gasten voordat je het weet heb je een deuk in je waag. Brother! What are you going to do that for? Life ain't that bad. What do you mean, gone? We had to terminate their stay here. You threw them out? Well, if we had known they were friends of yours, that of course would have made everything different. Where'd they go? I haven't got that information for you, sir. Jesus, these morons! How am I supposed to find her now? She was the love of my life. You only met her once. What do you know about love? Well, And don't bring my father into this. My father is not gonna like this. I can tell you that right now. If anything happens to that girl, I'm gonna hold you personally responsible. Let's go. Good evening, sir. How are you today? Thank you. Come on, baby. Come on, Ryan. Oh, they're redecorated. It's lovely. Come in. Looks interesting, please. Huh? See what's happening here.
Doe jij een beetje voorzichtig met die auto? Ze moeten er nog mee terug ook. Tuurlijk, geen probleem. Dank je wel. Good, very good. Maybe it'll get very crowded later on. You never know on an opening night. Good, very good. Hey, Max! I'm glad you could make it. Wouldn't miss it for the world. You didn't bring Tony. Nah, I couldn't get the bail together. I'll show you a table. Is he dead? No, he was lucky. Only a slight concussion. Few days rest, he'll be okay. You see there, brother? I knew you wouldn't die. I think you'd better let him rest, sir. You know what I think I'll do? I better let him rest. Yes, sir, that's what I'm gonna do. Let him rest. I'll see you in a couple of days, brother. You sure he's okay? Don't worry, in a couple of days, he'll be back to normal. Whatever that might be. This patient for Dr. De Palma, where is he? He's waiting for you at the elevator. Thanks. Okay, fella. You're coming with me. Zijn die ballen al klaar? Bijna. Mooi. Zullen wij die Amerikanen leren wat lekker eten is? Why can't we do him tomorrow? You can't believe the schedule Dr. De Palma keeps. It's a miracle he doesn't land up on a stretcher himself. What do we have here? Mr. Chris Jones from Texas. One of those. What happened to his head? I don't know. They're a bunch of wild guys, those Texans. Probably had his last night out with the boys. Well, prepare Mr. Jones. They're nice. What do you call these? Bitterbal. Typisch Holland. They're good, these bitterballs. You are a good-looking thing. Larry sure knows how to pick them. Why don't you and I go upstairs and have some fun? Why don't you go fuck yourself? You can't fuck with this family, Bert. Here, have a bitterball. Thanks.